De eerste werkweek van Martin van Geel, die zit erop en Jan Dirk drukt gelijk zijn stempel. Ja, geen Loemp, geen Smolov, geen Lassen meer, maar Klaasie, Nelom en Fernandes in de Kuip. Goeie keuzes. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en fijn dat u weer kijkt naar de regionale voetbaltalkshow op uw regionale zender Rijnmond. U zag hem al even in beeld. Elke week zit hij aan deze desk, Jan-Dirk Stouten. Goed dat je er weer bent. En naast hem deze week aangeschoven Geert den Oude, voormalig speler van Excelsior. Geert, jij was spits. Ja. Fernandes, die naar de Kuip vertrekt. Is dat een goede keuze? Nou, ik denk dat het een goede breedte aankoop is voor Feyenoord. Ik denk dat niet dat Feyenoord Fernandes als echte directe nummer 1, nummer 9 daar wil hebben. Maar gezien de kwaliteiten van Fernandes denk ik dat ze daar goed aan doen om die jongen over te halen. Ja, waarom zegt Been dit seizoen dat hij hem niet wil hebben en Beenhakker? En waarom zegt Van Geel dat hij hem wel wil hebben? Wie van die twee heeft nu gelijk? Nou, dat zal een verschil van inzicht zijn geweest. Alleen, ik denk dat alles nog steeds te maken heeft met ook centjes. Wat kan je halen? Wat voor spelers kan je halen? En ik denk dat Fernandes ook niet de duurste speler is die om nu te halen. Maar jij zegt, Geert, een aankoop voor de breedte. Fernandes zelf is te verstaan gegeven dat hij voorlopig eerste spits is, maar dat ze nog wel op zoek gaan naar een echte eerste spits. En dat hij dan mogelijk toch genoegen met een bijrol moet nemen. Dus jij dat weet hij ook, hè? Dat is hem eerder ja, dat gezegd. Is hem verteld, ja. Jij en Van Geel zitten op één lijn. Nou ja, ik vind het... Nou, laat ik het anders zeggen. Feyenoord zoekt een lange spits. Een lange, kopsterke spits. Nou ja, ook dat kan Geert Als we de foto van Fernandes treffen naast zetten, ja. dan komt het niet helemaal overeen. Nee. En Jan-Dirk, trouwens even over Excelsior gesproken. Al die spelers van Excelsior krijgen nu weer een kans. Nelom krijgt een contract in de Kuip aangeboden. Klaasie. Fernandes gaat er naartoe. Ja. Klaasje in de voorbereiding. Ja. Is Simon Kelder een beetje blij? Ja, die heb ik geprobeerd te pakken te krijgen vanmiddag. Dat is niet gelukt. Normaal is hij altijd erg snel weer terugbellen. Maar eigenlijk, en dat is wel een wrange constatering voor die paar echte Excelsior-fans die hier nog zijn, heeft Excelsior op technisch gebied helemaal niets te zeggen in deze nieuwe vorm van samenwerking. En dus kun je niet anders doen als je Excelsior-directeur bent dan de keuze accepteren en gewoon inzien dat je in eigen huis niet meer het technische beleid bepaalt. En dit zijn dan de gevolgen. Je moet gaan bouwen aan een compleet nieuw elftal. Aan de andere kant, het is ook het bewijs dat die samenwerking werkt. We gaan straks verder praten over Feyenoord en over Excelsior, de samenwerking en ook even FC Dordrecht. Maar eerst de week die achter ons ligt. Het was de week waarin Stefan de Vrij het goede voorbeeld gaf. De verdediger tekende voor 2 jaar bij en staat nu tot 2014 onder contract in de Kuip. Feyenoord hoopt op een sneeuwbaleffect. Met Vlaar en Fer is er ook al gesproken, met Wijnaldum pas na de competitie. Waar op Zuid de eerste speler blijft, gaan er bij Excelsior alleen maar mensen weg. Boegbeeld Ryan Kolwijk volgt zijn trainer Alex Pastoor naar NEC. En als Guillaume Fernandes en Miguel Nelom medisch goedgekeurd worden, maken zij de overstap naar Feyenoord. Ze hadden al de Big Knock, maar zondag in Breda gaan alle registers open. Alles voor geld. In de binnenstad zal de zingende nakkeeper volle zalen trekken. De ene trainer zorgt voor een lekker pilsje. En de andere trainer beukt door de speakers. Een opvallende carrière-switch van Gert Aan de Wiel, de oud-trainer van Sparta. Op het kasteel kwam er nooit wat zinnigs uit, maar als DJ is dat wel anders. Als je kijkt wel ouwe. In Engeland houden ze wel van mannelijk voetbal. Al denkt grensrechter Sian Messi daar vast iets anders over. Hoewel, zo te zien vindt ze het niet zo erg dat voetbal een full contact sport is. Spreekkoren over waar ze de vlag in moest stoppen bleven overigens achterwege. Bij Dordt werd deze week niet gelachen. De club heeft problemen met de begroting en kreeg 3 punten in mindering van de KNVB. Onder meer omdat de inkomsten uit de food and beverage afdeling tegenvielen. Marco Bogers legt het nog eens haarfijn uit. Op zijn eigen manier. Het ligt eraan wat voor fout. Kijk, als ik door rood rijd en ik rijd tegen een andere auto aan, dan vind ik een fout. Maar als je dat is een bewuste fout. Maar als ik per ongeluk door oranje rijd en ik rem nog, dan of weet, het is net rood. En dan zegt de politie, ja, je rijdt rood. Ja, maar het was niet bewust. Nou, zo moet je dat een beetje zien. En ja, het is gewoon, ja. Je hebt altijd mensen, ja, maar en dit. Ja, ik vind het een beetje zuur. Door de puntenaftrek kan Dordt de play-offs wel vergeten. En dus ging de club onder leiding van voorzitter Ad Heijsman in beroep. Ze wilden de zaak schorsen, waardoor de straf pas volgend seizoen in zou gaan. Maar die vlieger ging niet op. Mijn eerste reactie is dat ik groot moet zijn in mijn verlies. Maar ik bedoel, het mogen duidelijk zijn dat ik op dit moment geen gelukkig mens ben. Dat lijkt me helder. En ik begrijp het ook niet hoor. Ik bedoel, het blijft voor mij nog steeds onbegrijpelijk. En wij zullen nu het vonnis af moeten wachten om te kijken wat we ermee aan kunnen, ja of nee. Als het bestuur van FC Dordrecht het vonnis heeft gezien met haar raadsman, dan kunnen we eventueel overwegen
om een bodemprocedure te starten tegen de KNVB. Maar goed, daar kan ik nu niet vooruit lopen. Eén ding is zeker, de competitie is vrij door het nu gespeeld. Ad Heijsman was dat, de voorzitter van FC Dordrecht, zojuist nadat die uitspraak was bij de rechter. Ja, zeg het maar Jan-Dirk, terecht of niet? Ja, vanmiddag een kort geding. Laten we eerst vaststellen, dit is vooral zuur voor Henning Lee. Hè. Die gaat afscheid nemen, gaat bij Utrecht werken, weet al een tijdje dat hij niet door mag aan de Kromme Dijk. En heeft het eigenlijk fantastisch gedaan. Tot de laatste speeldag is hij met zijn ploeg... Hij wilde zelf ook niet door trouwens. Nee, maar is hij met zijn ploeg in de race om die play-offs te halen. En dan gaat dit door een fout intern bij Dordrecht, schande voor die organisatie. Nee, dat zeg je gaat verkeerd. Mis. Want het gaat erom dat je dus door rood... Nee, je rijdt door oranje. En als je dan als je zeg maar remt... Dan... Stopt bij oranje, ja. Breng je andere instanties niet in de gelegenheid je te straffen. Het is zuur, het is wrang voor die spelers, maar ze hebben een fout gemaakt bij Dordrecht. Het is toch duidelijk, als je naar Marco Bogers luistert, is het toch hartstikke duidelijk. Nee, ja, jij bent eruit. Nee, dat is... Het gaat erom dat ze hebben op een aantal posten hebben ze een tekort, maar ze hadden ook op 1 mei hadden ze gewoon een plan van aanpak moeten inleveren. Dat hebben ze te laat ingeleverd. Dat is toch dom? Dat is bewust door roodrijden. En het blijft vooral... Nee, dat als je remt. Dat bij NAC er een enorme schuld gesaneerd moet worden. Dat het zonder consequenties blijft. Dat je de halve finale van de Champions League kunt halen op het hoogste Europese podium. Met een schuld van 800 miljoen euro. Maar dit zijn de regels die clubs en KNVB onderling hebben afgesproken. Dan moet je die regels nakomen. Bij Dordrecht moet er intern een grondig onderzoek komen. Kijken wie hiervoor verantwoordelijk is. Want dit is echt een groot schandaal. Ja, maar goed. Die 3 punten, die zijn ze kwijt. En die play-offs kunnen ze gedag zeggen, Geert. Ja, dat is voor Dordrecht die laatste jaren toch vaak in de na-competitie heeft gespeeld, toch wel zuur. Niet dat Dordrecht nou wat in de Eredivisie te zoeken heeft, waar net als heel veel andere eerste divisieclubs. Maar het is voor zo'n club toch leuk om nog een aantal weken door te gaan en proberen om nog zo goed mogelijk te eindigen. Nou, naar Excelsior en of naar Feyenoord en de versterkingen van Excelsior en Fernandes en Nelom. Zijn dat nou versterkingen of zijn het jongens, Jan-Dirk, die zijn gehaald voor de breedte omdat er geen geld is? Ja, het is een en-en verhaal, maar ik ben blij dat er nu een technisch directeur is in de Kuip die kiest voor de toekomst. En die boodschap die hebben Been en Beenhakker ook vaak geuit. En vooral Beenhakker werd daarom ook intern nog wel eens weggehouden. Die zei van ja, dat zal nog jarenlang genoegen moeten nemen met een plek in de Luwte, met een 8e, 9e positie op de ranglijst, maar liever 7e, 8e of 9e worden met Klaasie, met Ramstein, met Nelom. Het zou me trouwens niet verbazen als ze ook Roorda nog gaan halen. Want als je nou praat over sterke jongens die het goed doen, die verdedigend wat kunnen, maar ook nog scorend vermogen hebben. Het zou me echt niet verbazen als Van Geel ook Roorda nog gaat halen. Ja, dan kun je beter met moet die wel geld jongens... zijn, hè? Want die heeft nog contract. Nee, oké, maar dan kun je beter met die jongens 7e of 8e worden dan met jongens als Smolov en Loemp. En Mewes en Larsen, daarmee heeft Feyenoord het ook niet gered. Dus ik vind dit een zeer goede en terechtvaardige keuze. Jij knikt, Geert? Nou, kijk, vooral ooit het samenwerkingsverband tussen Feyenoord en Excelsior is vooral ingeroepen om spelers die bij Feyenoord nog net te jong zijn of nog te weinig ervaring hebben. Dat zijn eigenlijk twee dingen die bij elkaar horen. Om te laten rijpen bij Excelsior. Op dit moment is het zo dat het niveau van Feyenoord en Excelsior niet zo heel ver uit elkaar ligt. Nee. De bedoeling is wel in de toekomst dat Feyenoord weer top 3, top 4 gaat spelen. Om dan weer te kijken, spelers die ze aan hebben getrokken, te laten rijpen. Dan klaar te stomen voor een top 4 club. En nu zit er niet zoveel verschil tussen. Ja, sterker nog, mensen in de technische leiding bij Feyenoord zullen dat nooit hardop zeggen. Maar hebben liever dat Excelsior in de eerste divisie speelt dan in de Eredivisie vanuit opleidingsperspectief. Valt er ook wel wat voor te zeggen. Maar jongens, ze hebben dit jaar toch ook goed gedaan. Nee, hebben het goed gedaan, maar daardoor is het verschil wel heel klein wat Geert zegt. En de vrij tekent bij, dat was wel een beetje te verwachten. Maar het gaat ook een beetje om Vlaar en Ver. Nog niet, hè? Die hebben een grote leunstoel gekocht van de week, heb ik begrepen. Via een postorderbedrijf zijn in die leunstoel achterover gaan zitten. Ja, die jongens wachten en geven ze eens ongelijk. Komt er een andere club? Hoe zijn de ontwikkelingen bij Feyenoord? Logisch, die jongens hebben helemaal geen haast. Ja. Geert, jij begon deze uitzending met Feyenoord dat nog een spits zoekt. Hè? Een grote spits, kopsterk. Moest een bal vanaf de zijkant in kunnen koppen. Moet een bal vast kunnen houden. Waar denk je aan als je dat hoort? Nou ja, iedereen denkt dan in Rotterdam. En veel mensen denken aan Bas Dost. En ik denk ook dat zowel Mario Been als Martin Vergeel graag die speler binnen zou halen. Er zal wel budget gemaakt voor moeten worden. Nou, over budgetten en Feyenoord, daar kunnen we wel een uurtje over praten. Nou, maar je kunt er aankloppen bij Pim Blokland, Jan-Dirk. Sterker nog, Blokland heeft die bevestigd aan ons, aan RTV Rijnmond. Want de verhouding met hem is uitstekend. Is in de winterstop in Heerenveen geweest om heel concreet een bod op DOS te doen. Mm-hmm. Nou, toen was Ajax actueel, die arbitragezaak. Ajax zet nu echt de zinnen op Sigthorsson. Ja, die gaan van AZ. Nee. Dus DOS zou een uitstekende optie zijn voor Feyenoord. Alleen je moet wel, wat Geert terecht zegt, wel weer een constructie bedenken. Waarbij de club wel weer financieel risico gaat lopen. En de vraag is of dat verstandig is op dit moment. Hoezo? Nou, dat hebben ze in het verleden ook gedaan. Hè?
Er staan nu op tal van websites, met name die van Lunatic News. Ik weet niet hoe die jongens eraan komen, maar die beschikken echt over documenten. Een van die documenten hebben wij ook in handen. Hebben we vanmiddag trouwens voorgelegd aan Raymond Salomon van Feyenoord. Is het zogenaamde Feyenoord Investeringsfonds, opgericht in 2008. En later zijn de voorwaarden in 2010 nog een keertje herzien. Even voor de beeldvorming. Spelers als El Amadi, Cizé, Mokotjo, die zitten in dat fonds. En Fernandes, hè? En Fernandes, Dani Fernandes. En een aantal investeerders, onder wie Blokland, hebben daarvoor 12,36 miljoen euro geïnvesteerd in dat fonds. Alleen als je kijkt naar de voorwaarden, dan zie je dat dat volkomen risicoloze investeringen zijn. Je mag, zei een accountant vanmiddag tegen mij, ik heb ook Willem Vermeend, de oud-minister, hierover gesproken. Je mag niet eens over een investering praten, want dat suggereert dat je een risico neemt. Even op een rijtje, best wel belangrijk voor de beeldvorming. De investeerders in dat fonds kregen of krijgen gegarandeerd 5% rente over het ingelegde bedrag. Stel dat een speler meer waard wordt, zouden ze 10% krijgen van de meerwaarde. En wat dan, hoor ik heel veel kijkers denken, dat dreigt ook te gebeuren met Cizé en misschien ook wel met de blessurige, gevoelige Fernandes. Als een speler minder waard wordt, dan ligt het volledige risico bij de club. Maar lach, hè, moeten we zeggen. Ja, lach, want inmiddels is dat omgezet in het Vrienden van Feyenoord plan in aandelen. Je moet daarover, dat is wel belangrijk om het verhaal echt compleet te maken. Dat zijn we ook verplicht gezien de relatie met Feyenoord. Aan de ene kant kun je zeggen, als Feyenoord naar een andere partij was gestapt, een bank, hadden ze misschien 8% of 9% rente moeten betalen. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant, als Blokland en de zijne geld op de bank hadden gezet, hadden ze, excuus, marktconform 2,3-2,4% rente gekregen. Dit is een volkomen risicoloze investering geweest. En ik denk dat Van Geel en Gudde dat nu, in het geval van DOS, niet meer moeten doen en ook niet zullen doen. Maar dat zullen ze ook niet doen. Maar dat is toch wat Johan Derks heeft vaak genoeg hier ook gezegd. Laat die mensen als Jacobs en Gudde nou zitten. Die hebben fouten gemaakt in het verleden. En dat hebben ze gemaakt. En nu hebben ze, maken ze die fouten niet meer. Nou, dat bewijst nu. Want dit was een verhaal uit het verleden, toch? Ja, wel het recente verleden. En je mag echt hopen dat ze niet weer zo'n constructie hebben. Ze hebben nu toch die aandelen gegeven. Ze hebben nu 8 miljoen aan aandelen omgezet. Nou, dat tuurlijk, dat is zo. Maar het verhaal natuurlijk ook blijkt om even ook terug te gaan naar wat er op die site is verschenen. Het verhaal is natuurlijk blijkt dat, of aan mensen overstruikelen, is het feit dat Jacobs is aangetreden met een negatief vermogen van, laat ik even 10 miljoen zeggen, en dat het nu 34 miljoen is. En daarvoor zijn heel veel mensen niet tevreden. En het is natuurlijk constant, is het zo dat Feyenoord achteruit is gegaan. Ja. En de mensen zoeken daar een beetje een zondebok voor. En de vraag is, en die discussie, daar zullen we nog wel een keer op terugkomen, met zo'n Vermeend die ik vanmiddag heb gesproken, die is denk ik best bereid om daar nog een keer met camera bij zijn mening over te geven, of die schuld die is omgezet in aandelen, laten we zeggen 49% van de aandelen voor 30 miljoen euro, of dat de reële waarde is, of dat Feyenoord, en dat vermoed ik, veel meer waard is. Maar de vraag is natuurlijk ook een klein beetje, als je naar dit soort dingen gaat kijken, er zijn veel meer clubs die dit soort dingen doen. Laten we het zo zeggen, toen Van der Heerik voorzitter was, zal Van der Heerik ook vast wel via een van zijn vele constructies, PSV haalde Ronaldo via Philips. Ja, maar, dus er zijn veel meer clubs, bedrijven en clubs die dit soort dingen doen. In de voetballerij gemeengoed is, dat heeft tal van clubs op de rand van de afgrond gebracht. Gaan met mensen bij NAC in Breda praten, of dat dus een terechte legitimatie is om dat beleid te blijven. Maar toen Feyenoord was bijna failliet. Ja, maar toen bij Feyenoord hier Makai, Hofland en El Amadi voor 5 miljoen binnenkwamen, toen stond iedereen hier in de Polonaise in de Kuip, want ze werden kampioen. In de veronderstelling dat er ook een worst case scenario was, dat als de Champions League niet bereikt werd. Maar daar heeft niemand naar gevraagd toen. En iedereen vond die 5 miljoen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid. We moeten het beleid toetsen. Iedereen vond die 5 miljoen toch ook terecht? Waarvoor El Amadi voor werd betaald of niet? Nou, dat is toch geen slechte voetballer op het middenveld? Als je nu ziet welke financiële constructie. Ja, maar toen kenden wij die constructies toch niet. Je mag toch als Dick van Wel persoonlijk zijn handtekening onder zo'n constructie zetten, verwachten dat hij dat heeft laten doorrekenen door deskundigen met Koert Beerman, notabene bestuursvoorzitter van de Rabobank. Dat vind ik niet onze verantwoordelijkheid. Nee, maar dan mag je toch ervan uitgaan dat die mannen weten wat er bij zo'n club gebeurt, Geert, of niet? Ja, dat is zo. Maar ik denk dat wij, en zeker ik als voetbalwatcher, niet te veel moet gaan praten over cijfers en dat soort dingen. Je hebt zelf een florerend bedrijf. Ja. Jij weet alles van cijfers. Ja. Nou, jij weet meer dan direct van cijfers. Als vastgoedman, vastgoedmagnaat. Ja, maar ik ben gewoon heel eenvoudig. Werk ik nog niet met miljoenen, om zo te zeggen. Ik zet gewoon de tering naar de nering. En uiteindelijk zorg ik dat er wat positief onderaan de streep over blijft. En dat gebeurt nu. Maar laten we wel beginnen. Nou ja, op dit moment, bij mij wel. Maar, nou, nee, bij Feyenoord ook niet. Nou ja, alle cijfers lopen ook terug. Mensen, investeringen, er komen inkomsten uit allerlei dingen, die lopen terug. Dat is allemaal met liquiditeit te maken. En op een gegeven moment is het ook het probleem van NAC natuurlijk, wat jij net zegt. Liquiditeitsprobleem krijg je Martin ook. Die Martin van Geel gisteren maakt zijn hoopgevend in dat kader. Ja. Jongens halen dicht bij huis die niet al te veel salaris kosten. Ja, we gaan naar een man die
deze week de overstap maakte van Excelsior naar NEC. Terwijl hij kon naar Duisburg, naar Feyenoord, naar de Graafschap. Maar hij koos toch in het spoor van zijn trainer Alex Pastoor te vertrekken naar Nijmegen. Na 12 jaar moet hij vertrekken bij de club waar hij eigenlijk... of vertrekt hij bij de club, hij moet niet, hij gaat zelf weg. Bij de club waar hij werd opgebracht, waar hij werd grootgemaakt. Rijn Kolwijk en zijn roots. Ik ben bij Excelsior terechtgekomen in D1. Ja, ik voelde me al snel thuis en ik maakte snel vrienden. En ik ga nu nog steeds met een aantal van de jongens om. Dus dat gevoel was toen nog goed en dat is nu nog steeds heel erg goed. Hier ook nog in de B. Ik was met onder andere met El Amdoui. Ik had wel een goede trap, maar ik was vooral hier in de B was ik niet echt een opvallende speler eigenlijk. Was het wel echt Elam de Wie, zeg maar, die, en ook wel Danny Rivers, die wel grote jongens waren, zeg maar. Nou, Excelsior is voor mij een hele mooie club. Vol met liefdevolle mensen, zeg maar. Mensen echt die van de club houden. En de club geeft je echt een familiegevoel. En ik denk dat het daardoor komt dat de mensen zich hier zo thuis voelen. Het mooiste moment was de promotie tegen Sparta. Ja, dat was het mooiste moment voor mij. Ja. Vorig jaar een heel mooi jaar meegemaakt, gepromoveerd. En dat moeten we nu nog goed afsluiten dan. En dan erin blijven. Dan denk ik dat ik met een heel mooi gevoel je weg ga. Een heel goed gevoel van mezelf. Dit was in de C. Even te kijken met onder andere Luigi Bruins nog hier erbij. Was jij beter dan hij toen? Toen wel. Toen wel, ja. Een jongen uit Lekkerkerk, uit deze regio, wil niet op Feyenoord wachten. Waarom niet? Nou, ik denk dat het voor mezelf wel belangrijk is dat ik een keuze maak. En Feyenoord heeft me nu genoeg jaren hier zien voetballen en ze weten wat ik kan. En ik heb een begrip voor dat ze zeggen van ja, je moet geduld hebben, want ze hebben daar ook een aantal goede middenvelders lopen. Alleen ja, dan neem ik wel het risico dat stel dat ik het geduld neem en ze besluiten niet met mij in zee te gaan, dan hebben die andere clubs misschien ook al gezegd van ja, dan gaan we ook verder zoeken. Dus dan sta ik dadelijk met niks. Door het team, door! Waarom ben jij wel doorgebroken en de meeste anderen niet? Ik denk dat het ook wel te maken heeft met mentaliteit, denk ik. Ik denk dat mijn mentaliteit altijd wel goed was en dat ik wel altijd door bleef gaan, zeg maar, doorzetten. En misschien ook een beetje geluk en kwaliteit natuurlijk. Excelsior zit wel in mijn hart en ik zal wel altijd aan deze club verbonden blijven. Die toetsenist die had een hele lange de laatste toon, zeg maar. Het duurde eventjes. Rijn Kolwijk kon naar Feyenoord, maar wilde niet wachten. Had hij het niveau van Feyenoord aangekund, Geert? Dat denk ik wel. Alleen... weet ik niet of hij daar elke week zou spelen. En ik denk, hij is vertrouwd met Alex Pastoor. En die weet precies wat hij kan. En ik denk dat hij ook precies weet wat hij aan zijn trainer heeft als hij hem volgt. En ik denk dat NEC daar een goede keuze aan heeft gemaakt. Ik denk dat het voor Rijn goed is om te kijken. We weten allemaal waar hij vandaan komt. Ja. Tweede van Excelsior, jaren gespeeld. Moeilijk gehad. Weinig geld verdiend, want het was niet veel. Ja, maar hij heeft toch uiteindelijk kans gekregen. Heeft zichzelf naar boven geknokt. En nu het niveau gehaald. Ja, en als je nu een stapje omhoog zet naar NEC, ik denk dat hij dat goed doet. Ja, ik begreep van Lex Stofkoper, iemand die bij Excelsior in de organisatie van grote waarde is, dat deze jongen 5 jaar geleden nog overwoog om bij DCV een krimp aan de IJssel op het prachtige Waalplantsoen te gaan voetballen. En toen heeft André Hoekstra hem overtuigd. Je ziet hoe het in een carrière kan lopen je hebt één iemand als je nodig bereid bent in jezelf te investeren. Ja, dat heb jij ook gemerkt.
door je hele carrière. Ik wacht op het moment dat jij dat ook gaat doen. Ja, dat is altijd zoeken nog naar dat soort momenten. Hey, even naar Excelsior. Pastoor vertrekt en de kaalslag. We zeiden net in de opening van de uitzending. Welke trainer wil daar nog instappen? Want je moet geloof ik 10 spelers ongeveer vervangen, 13 spelers. Nou ja, ik denk als je gewoon de jaren bekijkt waarin Feyenoord samen heeft gewerkt met Excelsior. Of Excelsior met Feyenoord. Dat er elk jaar dat we deze discussie rond deze tijd voeren en gevoerd hebben. En in de toekomst ook weer gaan voeren. We gaan hem volgend jaar ook weer voeren. Dat denk ik, dat weet ik zeker. Omdat je weet dat in juli, augustus, dan gaat Feyenoord met de stofkam of met de kamp door de selectie. En zeggen, nou die en die willen we dit seizoen erbij hebben. En die andere jongens die gaan naar Excelsior. In de tijd dat ik bij Excelsior speelde, zeker de eerste periode, hebben we ook op het laatste moment spelers als die Braziliaan gehad. Hoe heet het, dat lange strijkijzer. Somalia, David Connolly. Dat zijn allemaal jongens die op het laatste moment kwamen. En die wel Excelsior versterkte. Dus dat maar toen had Feyenoord een andere selectie natuurlijk. Hè? Toen was de selectie bij Feyenoord misschien wel wat beter, Jan-Dirk. En nu is die vooral gestoeld op jongens als Nelum, als jongens als Fernandes. Ja, maar het is tweeledig. Enerzijds is dit, heb ik net ook gezegd, echt het ultieme bewijs dat die samenwerking iets op kan leveren. Dat Excelsior kan profiteren van talenten die ze anders nooit kunnen vastleggen. De dramatiek daarvan is dat je eigen identiteit grotendeels kwijt bent. Ook al blijft het de meest charmante club van onze stad. En dat ze bij Feyenoord zich kunnen gaan bewijzen. Dat er nu 4, 5 spelers, met straks Roorda er ook nog bij, denk ik, dat die spelers zich gaan waarmaken, betekent dat die samenwerking werkt. Maar inderdaad, de discussie, wat is het perspectief van Excelsior als zelfstandige club? Ja, want het dringt zich ook een beetje op, wat wil Feyenoord met die spelers? Want van er is een hele zwik jeugdspelers van Feyenoord dit seizoen naar Excelsior gegaan. Er zijn er maar een paar die echt de basis hebben gehaald. Die in het eerste elftal spelen, die ook de stap terug kunnen maken. Die andere jongens hebben bijna niet gespeeld. Dan moet je bij Excelsior ook wel een paar ervaren jongens neerzetten. Wil je dat elftal wat body geven? Ja, maar dat is altijd zo gegaan. Er hebben altijd ervaren jongens. Veskens hier, ja. Ik zat eraan te denken, jij zegt het. Dat zijn jongens die elk jaar zo zijn geweest. We hebben Jos van Nieuwstad gehad. Ik probeer het even bij de verdedigers te halen, te blijven, om even zo te kijken. Het zijn allemaal jongens die wat ervaring hadden en die jonge jongens onder hun hoede hebben genomen. Maar dit jaar niet, hè? Dit jaar wilde Pastoor heel graag jongens als Ooyer halen en hij wilde heel graag Barry Obdam halen. Met Roorda en de Graaf is het dan redelijk nog goed gekomen. Ja. Maar het is ook de discussie die hier met Alex Pastoor hebben gevoerd. Hè? Het is een heel moeilijke positie. Enerzijds bij Excelsior is er voor een trainer weinig druk. Adrie Koster floreerde toen Excelsior in de eerste divisie speelde. Met de tijd met Thomas Buffel, met Jarda Siemer. Toen werd er echt het leukste voetbal van de stad op Woudestein gespeeld. Maar ja, wat is het perspectief? Eigenlijk ben je een opleidingsinstituut en hoef je niet echt eigen ambities te hebben. Maar in dat kader zou het dus heel logisch zijn geweest als Jean-Paul van Gastel de stap had gemaakt naar Woudestein komend jaar. Nou, het is sowieso ook de eerste keuze. Ja. Het is sowieso logisch dat als je veel spelers hebt in die organisatie die bij van Feyenoord naar Excelsior gaan, dat je een trainer hebt die ook zijn affiniteit met Feyenoord heeft en weet precies wat er in beide organisaties speelt. Dus het lijkt me logisch dat er een trainer van Feyenoord die de mogelijkheid heeft of die het hoogste diploma heeft, dat die bij Excelsior wordt gestald. Ja, Nico Pellats, de keeper van ADO die gehuurd is, heeft trouwens aangegeven bij ADO alleen terug te willen naar ADO als hij daar een serieuze kans in het eerste krijgt. Dat gaat niet gebeuren. Dus die hoopt echt op Woudestein te blijven. Ja, want die Coutinho is natuurlijk nu niet veel, die is wel veroordeeld, maar die kan gewoon blijven keepen. Dus ja, maar die heeft ook een uitstekend seizoen gedraaid. Precies, ja. Wat dat betreft. Maar even naar die trainer, wie moet dat dan worden? Ja, ik heb begrepen vanuit de boezem van de club dat Alphons Groenendijk lange tijd als serieuze kandidaat is gezien. Maar die heeft bijgetekend bij FC Den Bosch. John Lammers is nog steeds een heel serieuze kandidaat. Maar Kelder gaat denk ik wachten tot na de na-competitie. De kans lijkt mij 99,9% dat ze daarin moeten spelen. En dan heb je echt een nieuwe situatie. Of je blijft in de Eredivisie of in de Eerste Divisie. Maar dat en dan maak je je keuze. Dat ze daarin ook overleven, die kans is ook vrij groot. Ja, ja. En wat voor type trainer ga je dan voor de groep zetten? Een type Pastoor of ga je een trainer neerzetten die wat losser laat? Nou, ik denk dat Pastoor het prima gedaan heeft. Ja, dus waarom wel zou je een ander soort trainer neerzetten? Nou, misschien een bepaalde houdbaarheidsdatum. Alex Pastoor zou zeggen, ik ben uniek en er is geen type Pastoor. Ja, maar wacht even. Een bepaalde houdbaarheidsdatum. Alex heeft er een jaar gezeten. Twee jaar. Prima gepresteerd. Ja. Ja, je kan bijna zeggen als je aan Arsène Wenger dat een bepaalde houdbaarheidsdatum zit. Maar nog niet aan Alex Pastoor. Nee, Alex Ferguson heeft ook nog geen houdbaarheid. Nee, dat is waar. Ja, maar ook die plek, de trainingspositie op Woudestein, is blijkbaar een uitstekende opleidingsplek. Been werd er kampioen in zijn eerste jaar, ging vervolgens naar Nijmegen. Maar wie zit er op Varkenoord die daar naartoe kan dan? Nou ja, Van Gastel was de ideale kandidaat geweest. Maar wie dan? Nu hij ja, verder kan ik niet zo 1, 2, 3 in naam. Zitten volgens mij geen trainers verder die Als John de Wolf er zat, hadden we de Wolf naar voren geschoven. Ja, precies. We heel graag naar voren. Heb jij ambities? Nee. Alles behalve trainers. Ben jij nou wel eens door je goede vriend Sparta-commissaris Ferenc van der Vlies gevraagd om iets bij Sparta te gaan doen, Geert?
Ja, nee, ze hebben mij gevraagd om technisch directeur te worden, maar... Echt waar? Nee, dat is... Je ziet Jan Dirks hier echt... Jan Dirks maakt ook weer van zijn stoel. Fantastisch nieuws. Dit is nieuws. En je ziet echt ineens... Nee, ik ben een tijd geleden ben ik serieus gebeld door media daarover. Maar dat was op 1 april. En toen heb ik tegen die gezegd van... Nou ja, ik ben door niemand gebeld, want ik ben er altijd heel streed in. Ik heb ook geen zin in dubbele agenda's of zo. Maar ben je wel benaderd voor een andere functie? Nee. Elftalleider? Nou, dat vind ik toch een beetje degradatie. Ja, hoezo? Ik wil het toch wel even over Sparta hebben. Want we hadden het vorige week bespraken we hier dat Ricky van den Berg of 2 weken geleden dat hij van die uitspraak had gedaan in de krant over de organisatie bij Sparta. En nu, Jos van Eck doet precies hetzelfde, de trainer die weggaat. Wat is dat toch dat iedereen... Heeft hij op Rijnmond gedaan in de krant, voelt zich slecht behandeld. En daar zit wel wat in misschien. Hè? Kijk, dat Sparta niet verder gaat met Van Eck heeft hij gisteren op de radio in een gesprek met Ruud van Os uitstekend uitgelegd. Ik vond hem daar echt verstandige dingen zeggen. Hij was ook kandidaat om hoofd jeugdopleiding bij Willem II te worden. Ja. Is hij niet geworden, maar hij ging daar heel volwassen mee om. Richt zich nu op het buitenland, Duitsland, waar zijn broer actief is. Wat wil hij daar? Dus gaat hij iets met Andries Jonker doen? Wat wil hij met Andries Jonker? Jij als enige vriend van Andries zou dat moeten weten. Wil die tweede elftal coach worden bij Bayern München? Het is niet de schoonheidsprijs dat je niet normaal met die jongen communiceert. Via ons werd bekend dat Pascal Jansen was gevraagd. Dat hoorde Van Eck via ons. Dat zijn dingen die je beter moet communiceren. Maar goed, daarin heeft Vloed ook een wat moeizame rol. Die wordt directeur, maar zit nog in Nijmegen. Maar daar zeg ik dan tegenin, als je dit soort verhalen... Je kan ook ziek afscheid nemen van je werkgever. En je kan ook zeggen, weet je wat, het is goed zo. Geert, jij zal ook genoeg verhalen hebben gehoord bij alle clubs waar je bent vertrokken. Zou je ook vaak genoeg niet met de loftrompet zijn weggestuurd? Nou, dat heeft helemaal met je eigen instelling te maken. Ja. Nee, ik heb ook best wel eens een jaar, als ik kijk bijvoorbeeld bij Willem II, een jaar gehad waarin, volgens mij wisten de mensen mijn rugnummer geen eens. Dan heb je heel weinig gespeeld en dat kan je wel heel moeilijk gaan doen. Maar als je op een gegeven moment inziet... hoe de situatie is. Een trainer kan altijd geen vertrouwen in je hebben. Maar je weet dat je er altijd alles aan gedaan hebt. Zowel, en dat is bij de Graafschap ook dat tweede half jaar geweest. Dan hebben de mensen toch respect voor je. En dan ga je toch met opgeven hoofd voor jezelf de deur uit. Ja. Als je er een zootje van maakt, dan is het echt zonde. En we weten natuurlijk altijd, er zijn altijd mensen die heel veel voor een club betekend hebben. Van allerlei soorten functies binnen de club, die opeens worden gesaneerd. Is heel jammer. Maar dat is de tragiek. Van Eck heeft het uitstekend gedaan in de jeugdopleiding. Ja. Dat was met grootscholten. Maar ken je kwaliteiten? Het geval, ken je kwaliteiten? Ja, ken je kwaliteiten? Die werd dan ook ineens technisch directeur grootscholten. En dat werkte niet. Ja, ken je kwaliteiten? Zo is het. Dat is een mooie wijsheid om deze uitzending mee af te sluiten van FC Rijnmond. Want vind ik wel mooi om daar een keer mee af te sluiten. Ken je kwaliteit? Gaan we een week over nadenken weer, toch? Geert, dankjewel dat je hier te gast wilde zijn. Ik heb dat in mijn leven al geïntegreerd persoonlijk. Echt waar? Misschien dat jij er ook mee kan... Waarschijnlijk krijg je nu allemaal inzending van Jan Dirk, stoppen mee. Ken je kwaliteit? Ja, nee, precies, maar dat weten we allemaal. Maar hij wil zelf volgende week een andere analist lijken. Hij wil er zelf nog niet mee stoppen. Nou, ik denk dat ik volgende week daar zit. Ja. En dat jij daar zit. En Jan Dirk. Wie er ook zit volgende week. Ik wens u een mooie week en graag tot volgende week voor een nieuwe FC Rijnmond. Als je ketel, ouwe.